Weer dus zometeen na het NOS Journaal. Niks voor een afscheiding van Spanje. Sjoerd. Hey, ja! Hoe is van als je dan, als ik zie wat jij maakt? Nou, en ik hoor dus dat die wordt ook gebruikt op opleidingen. Na die sponsoring dingetje ben ik in de Raad van Commissarissen terechtgekomen. Sjoerd, ik heb hier 30 jaar iedereen geprobeerd bij me te houden. Ga! Nou ja, kijk, Edwin van der Sar heeft natuurlijk een soort haat-liefde verhouding sowieso met onze hele club. We hebben natuurlijk ooit een kampioenschap afgesnoept. Soms een en ander gebeurt, maar dat gaan we nou niet over. Ik ga niet met de camera lopen, dan moet ik gewoon met die TV om. Echt? 10 bij Litov, event 2010. Oh, weg? Ik ga weg. Okay. Mark, zie je. Tot kijk. De kies. Kom op, Tijn, you can do it. Ja, man. Is hij er weer afgegaan, hè? Alweer. Doei, Boris. Spandoek? 12 oktober is al geweest, hè? Omdat het niet... Sorry. Mocht je nog meer klanten tegenkomen, dan vragen ze dat je het misschien toch kan bestellen. Ja, ik heb gewoon jullie even gefilmd. Oh, wat leuk! Ja. Hoe heet je zelf eigenlijk? Ik heet Lydia Linger. Lydia Linger. De beste van die gaat dan naar Cannes en de beste naar Cannes die gaat naar Sundance, was het, hè? En we gaan naar Cannes natuurlijk. Ja, nee, maar als je dus wint, als je wint heb je gewoon, dat is echt wel, heb je al een ticket, dan ben je echt wel goed. Staat je naam gewoon. Ja. Yes. Dus jij bent uitgekozen, onze cameraman te zijn. Ik zal wel zo nadenken. Ja! De druk wordt wel hoog, hè? Ja. Er komt heel veel zinvols voor de laatste tijd. Ik kijk, ze altijd wel heel braaf. Dus, Ja, heel goed. Ja, en reageert ook. Vaak genoeg dingen zeggen. En als ik hem dan op 4K zet, dan kan ik nog twee keer zo ver. Dus als ik op 200 mm zit, kan ik 400 mm hebben. Dan kun je bij heel veel camera's gewoon.